Klimaatdrammers, radicaal geïndoctrineerd onderwijs en linkse media zijn lang genoeg de enige met een podium geweest. Dat is veranderd. Maar het kan alleen zo blijven met jouw steun. Ga naar jensen.nl en hou het onafhankelijke geluid in de lucht. Denkt, ja, je hebt wel het gekste gezien wat die klimaatdrammers en die klimaatgekken allemaal kunnen uitvoeren. Ik heb het nu zo langzaam het wel allemaal gezien. Komen ze weer met iets nieuws? Je moet ze mee, je moet ze nageven. Ze zijn wel creatief. Het gaat maar door met deze gasten. Ik vind het niet te geloven. Dit is wat je net zag, vond plaats in Londen. En het waren een aantal hele leuke, aantrekkelijke meisjes, dames. En die voerden uit een rouwritueel. Om hiermee zeg maar aan te geven van de pijn die de aarde op dit moment door ons toedoen. De pijn die de aarde leidt. En ze kwamen bij elkaar en ja, ik weet niet waar ze dat geluid vandaan. Het klinkt voor mij gewoon als een stelletje honden. Het klinkt als een stelletje honden. Maar dit is wat zij. Dit is dus het geluid wat de aarde volgens hun maakt. Daar komt ie. Daar komt hij. De aarde. Wat mij ook zo langzaam wat opvalt, en dit zal wel weer gezien worden door sommige mensen als seksistisch, maar het interesseert me allemaal niet meer, jullie weten het. Ik heb niks meer te verliezen. Ik vind voornamelijk dat je meisjes ziet die zo compleet doorgeslagen zijn. In die soort krijzen en gillen. Alsof ze bevangen zijn door de duivel, echt. En wat is dat nou? Het zijn, ik bedoel, af en toe zie je wel inderdaad zo'n ontmannelijke, vervelende gast. Zie je ertussen met blauw haar. En dat gebeurt natuurlijk ook. Maar het zijn voornamelijk vrouwen. Het zijn voornamelijk meisjes. Wat is dat? Is dat, ik heb er even over na zitten denken, maar zou dat kunnen zijn omdat meisjes, wat hebben ze nou nog voor te leven? Hè? Als je sommige linkse feministes tegenwoordig gelooft. Ik bedoel, ze worden zo tegengewerkt door alles. Mannen hebben vrouwen eeuwenlang onderdrukt. Dus een relatie met een man willen ze ook niet, want mannen zijn gewoon verkrachters allemaal. En dan heb je natuurlijk werk, carrière. Ja, nee, maar dat hebben ze ook geen zin meer in. In een carrière. Want wat heeft dat nou sowieso voor zin? Maar ook omdat in de werkplaats krijg je 50% minder betaald dan mannen. Want daar zijn weer die vervelende mannen. Die zijn de vrouwen weer aan het onderdrukken. Dus dat heb je dan ook. En nou, God, daar geloven ze sowieso niet in. Want kijk eens wat God aangedaan heeft. Kijk eens wat God, die oorlogen en dat soort dingen. Dus God, daar geloven ze ook allemaal natuurlijk niet meer in. Dus van het jongs af aan is dat eruit geramd. Spiritualiteit, dat soort dingen, nou, dat kennen ze eigenlijk ook niet meer. Boeddha zoeken of weet ik veel wat allemaal. Dat interesseert ze niet. Ze zijn eigenlijk alleen maar bezig met het klimaat. En met natuurlijk de politiek. Want de politiek gaat het allemaal wel oplossen voor ze natuurlijk. Hè? Zodra er een Bernie Sanders of een nieuwe Obama komt, die gaat het allemaal wel oplossen. De politiek is eigenlijk de nieuwe religie geworden voor deze vrouwen. En dat betekent dus gewoon ook dat ze helemaal losgeslagen zijn. En gek, als het niet hun kant op gaat, worden ze helemaal gek. En het is eigenlijk heel eng. Want deze dames, deze meisjes belanden natuurlijk uiteindelijk. Belanden die gewoon in een gesticht. Helemaal gek gemaakt door onderwijs en door de media. En deze aflevering gaat heel veel over de media. We gaan straks heel veel praten naar aanleiding van het stoppen van Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door. En ik ga dingen vertellen over de publieke omroep. Ik ga dingen vertellen over de media. Die hoor je nergens anders. En dat komt omdat ik ken het echte verhaal. Ik weet wat er speelt achter de schermen. Ik ken iedereen.
Ik werk al sinds mijn 18e in die media. Ik ken iedereen. Ik weet hoe het gaat. Ik heb op alle niveaus heb ik de media meegemaakt. Ik heb in het management gezeten bij RTL. Ik heb al het op het hoogste niveau heb ik allemaal kunnen zien. Ik heb een dagelijkse talkshow gedaan. Ik heb een talkshow gedaan 17 jaar of zo van mijn leven. Ik heb dagelijks ochtendprogramma gedaan op de radio. Ik ben directeur van een radiostation geweest. Ik heb alles gezien en ik kan je precies vertellen hoe alles in elkaar steekt. En wat ik je straks ga vertellen over de publieke omroep. En dit hele verhaal van Matthijs van Nieuwkerk. Wat heel anders in elkaar steekt dan dat je denkt. Ik ga je zo vertellen wat Jeroen Pauw allemaal heeft uitgevroten recentelijk. De corruptie binnen, ik vind het echt pure corruptie van ons belastinggeld, wat zich daar afspeelt bij de publieke omroep. Ik ga het je zo allemaal vertellen, maar eerst even echt iets heel leuks. Ik ben er ontzettend blij mee. Ik heb namelijk de eerste baby's met het klimaatoptimist rompertje aan. Ik heb de eerste foto's heb ik binnengekregen. En het is zo aandoenlijk. Het is zo schattig. En er staat hier, hi Robert, yes, wij hopen dat dit jullie eerste klimaatoptimist babyfoto is. Opa, oma en kleinzoon. En het witte rompertje op oma's knie, dat gaat straks naar een vers geboren kleindochter. Het shirt zat oma wel wat strak, dus onze schoondochter is ermee vandoor. Oh ja, we schamen er ons ook totaal niet voor dat we een houtkachel stoken. Heerlijk die warmte, zie de foto. Nu nog luiers met het logo erop. Vriendelijke groeten, de familie Aantjes. Moet je nou eens kijken. Hier, oma en opa en daar is de trotse. Kijk nou die baby, wat een schatje is dat met het klimaatoptimist shirt. Die wangen, daar zou je toch zo in willen knijpen. Het is een fantastische, wat een leuke, lieve baby is dit. En kijk eens hoe trots oma en opa zijn. En ik wist helemaal niet tegenwoordig, maar dat zal best dat je je schuldig moet gaan voelen voor die houtkachel. Als je dat stookt. Ik wist dat niet, maar ik neem het aan voor jullie. Maar inderdaad, heel goed dat jullie dat niet doen. Ze zeggen ook nog, PS, we luisteren dagelijks naar jouw half uurtje gezonde, positieve, antidepressieve talkshow. Dat is beter dan pillen slikken. Heel goed. Ik ben blij dat ik dat effect heb op jullie. Maar fantastisch. En ik ben er zo blij mee. Maar het is niet de enige hoor. Kijk eens wie we hier hebben. Dit is Magnus. Hij is al 6 maanden oud. Hij heeft het helemaal naar zijn zin in zijn nieuwe pakje. Ook een schatje. Hè? Wat is het toch een fantastisch mooie baby dit. 6 maanden is Magnus. En volgende keer ga ik hem ietsje groter kopen. Want ze vallen voor mij wat klein uit. Misschien een tip voor andere luisteraars. Dankjewel Martijn dat je dat ook even zegt. Dus het is misschien slim om het rompertje iets groter te kopen dan dat je denkt. Sowieso die baby's. Wat ik merk ook in mijn omgeving. Mensen die baby's die groeien zo snel. Je groeit zo snel uit je kleren. Maar is dit niet fantastisch? Heel erg goed. Magnus, dankjewel voor deze mail. En we hebben er nog één hoor. Hi Jensen, hier 2 klimaatoptimisten die alle afleveringen volgen en het graag verkondigen. De helft van ons overigens niet geheel vrijwillig, maar ze kan niet vroeg genoeg het echte geluid en de waarheid horen. Steun voor alles wat jullie doen vanuit christelijke rechtse hoek. Wat je laatst zei over het CDA klopt helemaal. Laat ze de naam van God maar weer eens uitspreken. Dat zei ik inderdaad. Ik vind het echt ongelooflijk. Het CDA, het lijkt wel of ze zich ervoor schamen dat ze die achtergrond hebben. Terwijl als je kijkt naar christenen wereldwijd, die worden echt gewoon in sommige delen van de wereld afgeslacht. Het is echt heel erg wat er aan de gang is. En hier in het Westen worden christenen zoiets, er wordt gewoon genegeerd, alsof het God niet meer bestaat en dat soort dingen. En ik ben het absoluut mee eens wat deze gozer hier zegt. Die zegt dat het maar weer terug mag komen, zodat Nederland weer zichzelf kan terugvinden als christelijk land, dat het zo lang is geweest. En daar zit echt iets in. En daar moeten we het later maar eens een keer meer over hebben. Maar dat het CDA gebruikt. Ik zei het namelijk, volgens mij een uitzending bij Harry Mens. Ik zei echt, als het CDA het woord God weer gaat gebruiken, zijn ze binnen nooit aan de grootste partij in Nederland. Denk het echt. Weet je, een moderne versie, hè? Niet die oplichters van een Balken en een Dunner en dat soort mensen. Dat zijn allemaal verschrikkelijke gasten. En die hebben allemaal dat oude smoezelige sfeertje eromheen hangen. Er is een moderne manier om dit te doen. En ik weet zeker dat Nederlands op een bepaalde manier zou focussen. Geloof me. Ik heb daar een. Of ja, dat is gewoon het gevoel wat ik heb. Nou, een prachtige baby heb je ook. Moet je kijken. En op de Nederlandse vlag ligt die ook. Met het klimaatoptimist rompertje. Hey, super. Dank jullie wel. En deze is ook. Het is namelijk niet alleen baby's. Ik heb een mailtje gekregen van deze fantastische hond. En zegt, hallo meneer Jensen, ik ben uw grootste fan. Mijn naam is Ole, ik heb zelfs mijn eigen shirt. Mijn gezin kijkt altijd samen naar uw show en ik mag meekijken. Superleuk toch? Ik zie mezelf graag terug in de show. Ik snap het wel als het niet lukt hoor. Een poot van mij en de groet van mijn gezin. Maar moet je kijken, Ole zit gewoon mee te kijken. Iedere dag naar het echte geluid in zijn klimaatoptimist shirt. Hoe gaaf is dit allemaal niet jongens. Echt, ik heb hier gisteravond, ik vond het zo leuk allemaal om te zien. En het was
was echt... ik voel me vereerd dat jullie er zo mee omgaan en dat jullie het zo leuk vinden. En ik krijg alleen maar positieve reacties op het shirt. Inderdaad, ook wat het uitlokt, de discussies. En je weet, we hebben nu de hele range. De babyrompertjes, we hebben mutsen, die gaan ook fantastisch. Die vinden mensen ook geweldig. Zeker als het koude dagen, zo'n muts op, klimaatoptimist. Hoe mooi is dat contrast niet? En hoe leuk is dat niet om die mensen toch op een beetje positieve manier te triggeren? Ook de hoodies gaan natuurlijk hartstikke goed. De hele range. Kijk gewoon wat we hebben. En morgen hebben we weer wat nieuws. Maar daar ga ik het morgen over hebben. Ook de mok kan je ook kopen. Ga naar jensen.nl. Daarmee steun je het echte geluid. En kunnen wij doorgaan met waar we hier bezig zijn. En nog een ander mailtje. Want ik krijg zoveel mails. En ik ga ze regelmatiger behandelen. Want ik denk dat het ook goed is. Voor jullie. De mensen die zitten te kijken en te luisteren. Van welke community we eigenlijk toe behoren. En dat die zo groot is. En zo divers. En zo intens. Hè? Ik ben echt. Als ik mijn mailbox doorlees. Soms moet ik echt even stoppen, want het zijn hele intense mails vaak. Maar ik kreeg deze, die wil ik er even uithalen. Hi Robert, ik ben ooit in je tv-uitzending geweest met Bart de Graaf. En Bart de Graaf, die grote Bart, de oprichter van BNN. En wat zou die het erg hebben gevonden als hij nog geleefd had om te zien wat BNN-VARA geworden is. Hè? Maar goed, Bart de Graaf, echt een held. Echt een held. Een paar keer mogen ontvangen in mijn talkshow. En ik kende Bart natuurlijk ook al jaren. Fantastische gast was dat. En Jeroen van Koten, die was er ook bij. Misschien kan je het nog herinneren. Daarna nog erg gelachen in de Kei en Royal Mandarin in Hilversum. Twee instituten daar. Ik ben een aantal jaar geleden vader geworden van twee mooie kinderen. Helaas bleken mijn beide kids toen 1 en 4 jaar ongeneeslijk ziek. Nu zijn ze 3 en 6 jaar en we vechten voor ze. Er is een website, daar kunnen jullie naar kijken. www.bobbyenrobinefoundation.nl. Ik meld dat ook hier even. www.bobbyenrobinefoundation.nl. Waarom Jan-Willem deze mail stuurt, gaat ook over Trump. Omdat ik gisteren, weet je nog, naar aanleiding van Maarten van Rossum, die dit zei op Radio 1. Trump heeft grootse beloftes gedaan, die hij op geen enkele wijze waargemaakt heeft. Op geen enkele wijze. Er zou een groot werkgelegenheidsprogramma komen. Er zou het honderden miljarden besteed worden aan de reconstructie van de infrastructuur die in Amerika aan elkaar hangt van shabbiness. Als je Trump bewondert, is er ook iets mis met je morele geweten. Ja. Moet je nagaan, als je Trump bewondert, is er iets mis met je morele geweten. Wie is deze man? Wie denkt hij dat hij is? Om zomaar even sowieso 65 miljoen Amerikanen zeggen, er is moreel iets mis mee. Maar ook mensen zoals ik, die ontzettend fan zijn van wat Trump aan het doen is. Ik ben dus moreel niet oké volgens deze gast. Hij moet het eens recht in mijn gezicht zeggen. Viespeuk. Smeerlap. Stinkaap. Pff, moet je nagaan. Als die zijn mond opentrekt. Je staat echt zo tegenover hem. Je weet gewoon, deze man heeft een... Oh, sorry, ik mag het niet meer doen van sommige mensen. Maar ik vind dit verschrikkelijk. Wie zijn zij? Hoe kan je zo arrogant zijn om zo te zeggen... Er is moreel niet iets oké met je. Dus ik heb gisteren verteld, inhoudelijk, wat er helemaal niet klopt aan wat hij zegt. En hoeveel Trump zich juist wel heeft gehouden aan heel veel van zijn afspraken. Maar wat... Er is één ding die ik vergeten ben gisteren. Toen ik de show terugzag, dacht ik van... Fuck, dit had ik ook nog moeten zeggen. Wat een fantastische prestatie van Trump is... is dat Amerika tegenwoordig energie onafhankelijk is. Met andere woorden, het Midden-Oosten... het interesseert ze allemaal niet meer. Want Trump heeft al die regeltjes van al die groene gasten als Obama... allemaal natuurlijk gewoon erin gegooid hadden... zodat ze daar in Amerika niet genoeg olie mogen pompen... of gas mogen winnen. Hij heeft ze allemaal verscheurd, omgedraaid. En nu is Amerika binnen 2,5 jaar nadat hij president geworden was... gewoon energie onafhankelijk. Moet je nagaan hoe lekker dat is. Ze zijn niet afhankelijk meer van Saudi-Arabië en Irak en dat soort landen. Dat is allemaal door Trump. En ik vind dat zo'n... Dat is zo'n prestatie. En om nog maar eventjes dit te benadrukken... moet je nou horen, als dit je president is... moet je eventjes tegenover... als je naar onze leiders kijkt... die allemaal over die windmolens... zelfs Rutte praat over die fucking windmolens... alsof dat de redding is voor ons allemaal. Ze willen dat 25%... dit is het klimaatakkoord... Hè, wat ze in de Eerste Kamer er doorheen gejast hebben. 25% van de Noordzee moet volgebouwd worden... met die nutteloze, lelijke... vogels vermoordende... windmolens. En hier gaan we natuurlijk een stokje voor steken. Dit gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dit gaat natuurlijk nooit gebeuren, want wij zijn allemaal wakker. En wij pikken dit natuurlijk allemaal niet. Moet je nagaan wat dat doet met gewoon het uitzicht over de Noordzee. 25% van de Noordzee, dat hebben ze er doorheen gejast. Dat staat erin in het akkoord. Gek. Ze zijn knettergek. 75 miljoen zonnepanelen. Ze zijn gek. Het gaat nooit gebeuren.
Het gaat nooit gebeuren. We pikken het niet. Er komen verkiezingen aan. Het is over. En de politieke partij moet hier hard tegen ingaan. Want de meerderheid van Nederland wil dit niet. Het is ook de oplossing niet. En kijk, als je nou een leider hebt als Trump, moet je eens horen wat hij zei over die windmolens. Ik vind het prachtig. So you go back 4 years, 8 years, in one case longer than 8 years. We've cut more job-killing regulations than any other administration in the history of our country. And we're not finished. Ongelooflijk. And we've ended the war on American energy. They want to take our energy away. They want to take our wealth away. They want to give us wind. Wind. If it blows, wonderful. If it doesn't blow, you got problems. Ja. Wind. Wind. They want to destroy our countrysides. Put windmills all over them. Watch your house go down in value. Dat ook. You ever see what happens? They build a windmill within distance of your house, you can forget about your house. You can just say, well, that was the end of that. Tuurlijk, je had mooi uitzicht in je huis, opeens een windmolen. Ja, de waarde van je huis you gaat beneden. You want to see a bird graveyard? Yeah. Go to the bottom of a windmill. Take a look. Je moet eens kijken onder aan die windmolens. Graveyard for birds. De begraafplaats voor allemaal vogels van deze groene mensen die altijd zo bezig zijn met de natuur en met beesten. Oh, plastic soep. Het is heel erg. Trump heeft dat allemaal nog zo'n fantastisch ding dus die Trump gedaan heeft. Van Rossum. Van Rossum. Amerika-expert. Hij weet niks. En hij is verblind met Trump-haat. Hij kan de realiteit niet zien. Dus dan ben je geen expert. Kan je niet zien wat er echt daadwerkelijk aan de hand is. Maar om terug te komen op de mail van Jan Willem. Dit is ook iets fantastisch wat Trump gedaan heeft. En daarom stuurde hij ook de mail. Hij zegt, waarom dit verhaal? Trump heeft de wet Right to Try getekend. Een zegen voor alle kinderen op aarde met een zeldzame ziekte waar geen geneesmiddel voor is. Die trajecten om geneesmiddelen op de markt te brengen duren soms wel 6 jaar. En dat is nog steeds niet zeker of het allemaal werkt, geloof me. Als er geen geneesmiddel is, ben je bereid om alles te proberen en helpt het bij jou niet, dan wellicht voor de volgende generatie. Je hebt toch geen tijd, omdat de meeste kids jong overlijden. Een medicijn werkt bij iedereen anders. Er zijn vele factoren die je niet uit kunt sluiten in de clinical trials. Over dit verhaal hoor je niks, maar het geeft honderdduizenden mensen hoop en hoop doet leven. Uiteraard word je dan ook weer dwarsgezeten door de FDA, dus allemaal die farmaceutische industrieën en die lobbygroepen. Maar dat was hem. Misschien een keer een haakje om weer erom iets positiefs over Trump te vertellen. Denk dan hieraan. Jan Willem. Nou, Jan Willem, dankjewel voor je mail. En natuurlijk heel veel sterkte en succes met je beide kids. Ja, inderdaad, blijf vechten voor ze. En ik weet dat zo'n besluit van Trump, dat is ook zo iemand. Dat is ook zo'n beslissing die neemt een gemiddelde politicus niet, want die luistert naar de farmaceutische industrie. Want die betalen dan zeg maar hun campagne. Maar Trump heeft zoiets van right to try. Gewoon doen, er doorheen jassen. Wederom iets fantastisch wat Trump gedaan heeft. En dat mag gezegd worden. Oké. Okay. Nou. Het grootste nieuws van vandaag lijkt te zijn dat Matthijs van Nieuwkerk gaat stoppen met De Wereld Draait Door. En toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik zelf van, Hé, dat is een slimme beslissing van hem. Want als hij zou gaan naar RTL en naar SBS, dan weet je wel, dan is hij natuurlijk binnen no time niet meer Matthijs van Nieuwkerk. Als die 2 reclameblokken per uur heeft van 8 minuten, dan stort dat natuurlijk vrij snel in elkaar. En die linkse mensen die nu sowieso zo'n kastje thuis hebben staan, zo'n kijkcijferkastje, die staan, dat ben ik echt van overtuigd, die staan overwegend bij linkse mensen thuis. Ja, die kijken niet naar SBS of naar RTL. En daar komt Eva Jinek nu ook achter en daarover straks meer, want dat stort helemaal in elkaar daar bij Eva Jinek. Het is echt ongelooflijk. En dan kan ze wel 1 miljoen per jaar verdienen, maar dit is natuurlijk heel pijnlijk dat er straks niks meer overblijft van wat ze ooit bij de publieke omroep wel had zogenaamd opgebouwd. Maar daarover straks meer. Maar dus ik dacht eerst, wat is slim van Matthijs, dat hij gewoon stopt en dat hij niet doorgaat bij de commerciële omroep, want het wordt daar toch niks. En hij weet dat en er is nu eindelijk eens een keer een presentator die dat van zichzelf weet en heel slim. Maar toen ging ik langer erover nadenken. En de reden natuurlijk waarom die stopt is omdat die balken en de norm wordt nu gehanteerd voor presentatoren bij de publieke omroep, waar ik helemaal achter sta. En dat is geen jaloezie of zo, maar het is gewoon belastinggeld. Ja, en je gaat toch zo'n Matthijs van Nieuwkerk geen 6 ton per jaar betalen van ons belastinggeld. Weet je, prima als je dat doet bij de commerciële omroep. Dan mag je wat mij betreft 20 miljoen per jaar verdienen als je het waard bent. Prima, ga dat dan daar doen. Maar niet van mijn belastinggeld. Voor een programma waar ik nooit naar kijk, omdat het een en al linkse indoctrinatie is. Je weet sowieso, wat mij betreft kan de publieke omroep
kan helemaal op. Die moet gewoon gestopt. Hup, einde aanmaken. Klaar. Het is overgenomen door radicale linkse mensen. Die er gewoon één propagandamachine hebben van gemaakt hebben voor links. En dat is nu al tientallen jaren zo. En het is echt heel schadelijk geweest voor de Nederlandse maatschappij. Dus stoppen ermee. Maar goed, zolang het er nog is. Ja, gaan we niet Matthijs van Nieuwkerk 6 ton per jaar betalen. Dus het sloeg bij mij een beetje om. Omdat hij ook ging weer over zijn salaris beginnen. En de regelmatige discussie over zijn salaris heeft hem niet bovenmatig gestoord. Ik praat natuurlijk liever over de programma's die ik maak. Maar goed, bij publiek geld hoort publieke verantwoording. Dat vind ik trouwens ook. Als je meer dan gemiddeld verdient, meer dan gemiddeld succes hebt en meer dan gemiddeld voor een zender betekent, mag je meer dan gemiddeld verdienen. Die logica is nu afgeschaft. Ja, omdat je betaald wordt van ons belastinggeld. Hij is zo in een ontkennende fase over dat belachelijke salaris van hem, wat wij moeten betalen. En wij kijken allemaal niet. Alleen maar linkse mensen kijken. En hij zegt nog steeds van ja, het is niet eerlijk, want ik betekent veel voor de zender. Ja, maar je betekent ook veel voor de zender, omdat je programma niet onderbroken hoeft te worden door reclames, omdat het betaald wordt door de belastingbetaler. Daardoor krijg je ook veel meer kijkers daardoor. Het is je super makkelijk gemaakt om te scoren. En dan verwacht je toch dat je even wat geld gaat verdienen. Op een commercieel niveau. Ja, dat is belachelijk. Zo werkt het niet. Zo gaat dat niet. En dat is corrupt. En toen heb ik nog even dieper nagedacht. Hij blijft dus nu bij de publieke omroep. Hij gaat dus terug. Met andere woorden, hij wilde hetzelfde programma niet doen voor 2 ton per jaar. Hè? Dat vond hij nog niet genoeg. Dus dan gaat hij 1 programma doen in het weekend op zaterdag of zo. Gaat hij misschien 24 uur keer per jaar doen. Gaat hij programma op zaterdagavond doen. En dat zal hij waarschijnlijk wel voor 2 ton doen. Maar ik ga hier een voorspelling doen. Jens Babbe doet hier een voorspelling. Je zal zien dat het nieuwe De Wereld Draait Door, wat ook een andere naam krijgt. Je zal zien dat programma geproduceerd zal gaan worden door wie? Matthijs van Nieuwkerk. Je zal zien dat daar nu is afgesproken tussen hem en vice Frans Klein, de zenderbaas van Nederland 1, dat hij dat programma mag gaan produceren. En dan mag hij een rol op de achtergrond. En dan kan hij sturing geven aan die presentatoren. En dan heeft hij dus de productie in handen van een dagelijks programma bij de NPO. En dan verdient hij waarschijnlijk heel veel geld mee. Veel meer dan die 6 ton die hij nu krijgt. Daarom gaan ze ook stoppen met De Wereld Draait Door. De rechten van dat programma zitten waarschijnlijk bij een andere productiemaatschappij. Er komt een nieuwe productiemaatschappij en ik zweer het je, Matthijs van Nieuwkerk gaat dat produceren. En dan krijgt hij dus 2 ton van ons geld nog steeds voor 24 afleveringetjes maken. Of misschien wel minder, misschien zijn er wel 12 afleveringen in een jaar, ben jij veel. Dan krijgt hij 2 ton voor en dan mag hij dat nieuwe programma produceren. En dan blijft hij nog 3 jaar bij de publieke omroep. En waarom denk ik dat het zo gaat lopen? Omdat dit zo gegaan is bij Jeroen Pauw. Dit is iets, daar hoor je niemand over. Maar de talkshow op 1. Jeroen Pauw is ook zo'n mooie linksluller, rechtsvuller. Het is ook zo'n mooie graaier van ons belastinggeld. Die verdiende natuurlijk, wat zou hij verdiend hebben toen hij die talkshow, 4 ton of zo. Nou, dat moest natuurlijk ook terug naar 2 ton. Nou, dat weigerde hij dus. Dus hij gestopt met die talkshow Pauw. Maar wat heeft hij voor een deal eruit gesleept? Geloof het of niet? Jeroen Pauw produceert dat programma op 1. Wat nu uitgezonden wordt maandag tot en met vrijdag. Met dat B-talent, met dat Z-talent. Wat net zoveel scoort als Eva Jinek toen de tijd. Dus dat zegt iets aan die linkse kijker. Die kijkt alles wel. Maakt niet uit wie er zit. Maar Jeroen Pauw is daar de producent van. Dit is een deal die hij gemaakt heeft met vice Frans Klein. Waarom noem ik hem vice Frans Klein? Dat is de baas van de NPO voor video, heet dat dan tegenwoordig. Omdat Frans Klein ervoor uitkomt dat hij gewoon rukkend voor de tv zit als een sexy mannelijke presentator van hem op de buis is. Dat heeft hij gezegd. Hij heeft gezegd in een interview dat als hij eruit zou zien als Arie Boomsman, zou hij de hele dag neuken. En hij komt hier alleen natuurlijk mee weg omdat hij homo is. Een heteroseksuele programmadirecteur die dat over een vrouwelijke presentatrice had gezegd, was er al meteen uitgeflikkerd. En terecht ook. Voordat je de zin uitgesproken hebt, was je er al uitgegooid. Nou, vieze Frans Klein, die wilde Jeroen Pauw erbij houden voor die talkshow. Maar Jeroen Pauw wilde dat niet voor 2 ton doen. Hebben ze een deal gemaakt van oké, als jij het nou produceert, hè, dan blijf je toch bij de publieke omroep. En dat hebben ze voorgesteld aan BNNVARA. Dit heb ik uit een zeer goed betrouwbare bron. Die hebben ze bij BNNVARA voorgesteld. Want zoals bij de publieke omroep werkt, je moet een soort van hoofdomroep hebben die dat programma dan gaat afnemen. BNNVARA heeft gezegd, nee, Jeroen Pauw die wilde het niet voor 2 ton doen. Dus we willen niet meer met hem in zee. En we gaan zeker niet als hoofdomroep mee in die nieuwe talkshow. Toen is vice Frans is gegaan naar Bert Huisjes van WNL. De zogenaamd gezellige rechtse omroep. Waar je misschien sommige van onze kijkers ook nog geld aan
gegeven hebben, contributie aan en nog steeds betalen, stop daar onmiddellijk mee. Dus Bert Huisjes, die heeft gezegd, oh nee, die heeft ervoor gegeven, ja, ik wil wel de hoofdomroep zijn die dit inkoopt. Dus Bert Huisjes van WNL, de rechtse WNL, koopt het programma van Jeroen Pauw. Jeroen Pauw zou zich mee bemoeien met de inhoud als producent, maar die zit op Curaçao en die doet niks. En die belt af en toe en die zegt van, ja, maar je moet de presentatoren gewoon met rust laten. Maar Jeroen Pauw cashed tonnen nog steeds. Veel meer geld dan dat hij vroeger maakte en verdiende. Hij cashed misschien wel miljoenen met die deal die hij gemaakt heeft met Friese Frans Klein. En ik zweer het je, deze deal gaat er ook komen voor Matthijs van Nieuwkerk. Dit is allemaal een corruptie van een ongekend niveau wat mij betreft. En die presentatoren mij heel heilig lopen doen en dit en zus en zo. Dit is heel erg. En waarom ik het allerergst vind. Ik vind sowieso dat zo moet je niet omgaan met ons belastinggeld. Het tweede is dat die publieke omroep is één grote linkse propagandamachine. Er zijn twee grote invloeden geweest de afgelopen 40, 50 jaar op hoe mensen denken. Dat is natuurlijk het onderwijs wat helemaal verpest is door links. Helemaal overgenomen is door dat soort mensen. Bijna marxistische idioten. En de media. En de media is zo links als wat. En dit is een schandaal wat mij betreft. Hier moet naar gekeken worden. Dit kan helemaal niet dat dit zo allemaal gebeurt. En dus Matthijs die heilig en blijft bij de publieke omroep. Er is daar een deal gemaakt voor meer geld dan dat hij tot op heden verdiend heeft. Dit brengt ons bij Eva Jinek, want die is natuurlijk wel gegaan. En prima, kijk, als jij een miljoen krijgt voor RTL, fantastisch. Maar waar ik blijf me afvragen waar RTL aan gedacht, waar dachten ze aan om haar binnen te halen? Je ziet nu dat die non-talenten, zelfs Schimmelpiemel, mini-graafje Schimmelpiemel van Lilliputter, die scoort net zoveel kijkers als Eva Jinek deed bij NPO 1. En ze, gisteren had zij 630.000 kijkers of zoiets, Eva Jinek, bij RTL 4. En ik heb het al eerder uitgelegd, zij wordt alleen maar beschermd. Zij wordt alleen maar beschermd omdat zij hoeft geen reclames uit te zenden. Zij mag gewoon meer dan een uur, mag zij reclamevrij uitzenden op een commerciële omroep. En ik blijf me afvragen, de baas van RTL, Bertelsmann, weet die daarvan? Zo kan je toch niet omgaan? Je geeft veel geld uit aan een presentatrice en een programma, maar dan zend je geen reclames uit. En ik zal nog een laag extra vertellen, dat het programma wat daarvoor, omdat ze wilden dat Engnek eerder begon dan op één, dat programma daarvoor, wat normaal gesproken een uur duurde, tussen 9:30 en 10:30, en dan begon om 10:30 de talkshow, dat programma duurt nu korter. Dus het is niet meer een uur. En in tv-termen is dat een 45 minuten programma. Hè? De rest is reclame. Dus een producent maakt een programma van 45 minuten en de rest is dan reclame. En nu produceert de producent het programma 37 minuten lang. Maar ze krijgen nog steeds betaald alsof het een 45 minuten programma is. Alleen maar om de koningin Jinek, om die ervoor te zorgen dat zij niet van de troon gestoten wordt. Maar dus RTL geeft meer uit aan een programma wat korter duurt. Want ik bedoel, ja, 45, het programma wat normaal gesproken aangeboden wordt voor 45 minuten en dat bedrag betalen ze nu voor het programma voor 37 minuten. En ze zenden geen reclames uit voor Eva Jinek. En ik blijf het zeggen, dit is commerciële, dat kan helemaal niet in de commerciële wereld. Maar ja, als je natuurlijk zo'n, daar kom ik weer, radicaal linkse marxist als Peter van der Vorst programmadirecteur maakt, die heeft helemaal geen verstand van geld. Het gaat hem alleen maar om invloed en het gaat hem ook alleen maar om zijn linkse programma, in zijn linkse propaganda te blijven uitdagen. Want wat was daar nou gisteren weer een voorbeeld van? Die Jair. Die had het nu dus over de volgende FVD-bash-item werd in de lucht gegooid. Want hij ging in de Tweede Kamer langs bij Rob Jetten. En die mochten helemaal los, werden niet onderbroken. Weet je nog het fragment vorige week van Thierry? Hij werd constant onderbroken, Thierry, toch? Hè? Over de tweet over die Marokkanen. Constant werd die microfoon bij hem weggehaald. Maar nu werd Rob Jetten werd aangesproken over het feit dat het FVD in Brabant misschien mee mag regeren. En Rob Jetten mocht helemaal uitspreken hoe verschrikkelijk dat is. Werd niet onderbroken. En dit geeft toch aan, hè, die linkse indoctrinatie in die media. Ook bij RTL. Het is om te kotsen. En dan denk ik aan Brabant. Want daar brandt nog licht. Ik heb wel eens van die feestjes.
Waar dan dit het laatste nummer is. Zeker, zeker. Altijd. Dus ik merk dat alle Brabanders worden dan toch een beetje sentimenteel. Ja, ik was wel verrast vorige week toen ik hoorde dat het CDA en de VVD in Brabant met Forum gaan onderhandelen over een coalitie. Waarom? Omdat Thierry Baudet de afgelopen maanden zich niet van zijn beste kant heeft laten zien met racistische tweets en uitlatingen. Maar als we dan ook nog specifiek naar Brabant kijken, waar de problemen rondom stikstof enorm zijn. En dat je dan zou willen gaan samenregeren daar met een notoire stikstofontkenners. Waarom wordt hij niet onderbroken? Ik snap het niet. Ja. Ik krijg de indruk dat dit bij het CDA heel zwaar op de maag ligt. Daar gaat het meer over het rechtse karakter van deze partijen. Ja. Hoe racistisch ze zijn. Ja, hier in de wandelgang. Ik ben er klaar mee. Waarom wordt deze gozer niet onderbroken? Als hij zegt over die stikstofcrisis. Ja, maar gisteren was er een rapport uitgekomen. En er komen steeds meer rapporten uit. Dat die cijfers helemaal niet kloppen. Dat het helemaal niet zo'n stikstofcrisis is. Hij mag alles zeggen wat hij mag helemaal uitspreken. Terwijl Baudet wordt constant die microfoon weggehaald. En dit is wat ik RTL zo verwijt. Want toen ik die talkshow deed bij RTL. Ik heb zo'n gezeik gehad. Iedere keer weer. Als ik Thierry niet uitspreek. Als ik Hiddema niet uitspreek. Als ik Geert Wilders gewoon zijn verhaal liet doen. En dan was het constant in telefoontjes. Waarom onderbrak je hem niet? En dit, ze willen constant dat geluid, dat je dat constant onderbreekt. Zo, en maar die gasten mogen gewoon uitspreken. En binnen één week hebben we dat nu toch overduidelijk gezien. Die Jair, die laat constant Baudet interrupten. Constant onderbreken. En Jette en Klaver, die mogen gewoon alles zeggen wat ze willen. Het is verschrikkelijk. En dat is het ergste in de publieke omroep, hè? Ons belastinggeld. Er wordt gewoon een staatszender, maar een linkse staatszender opgebouwd. Van ons belastinggeld. Je komt er ook niet tussen. Mensen als Bert Huisjes en WNL, die worden gewoon zo in de watten gelegd met lunches en dat soort dingen. Die gaan ook wel die linkerkant op. Maakt allemaal geen reet uit. Zij blijft, vieze Frans Klein blijft zitten, ondanks alle schandalen. Hè? Dat hij aandeelhouder is in een Thais restaurant met zijn broer. En die geeft allemaal feestjes daar van de publieke omroep. De publieke omroep geeft weer geld aan dat Thaise restaurant. Schandaal na schandaal. Ze blijven het maar overleven. Ze blijven het dicht houden. Het is corruptie op zo'n hoog niveau. En RTL die gooit gewoon tientallen miljoenen kieperen ze weg per jaar. Om het linkse geluid van Eva Jinek en om dat politieke geluid maar te kunnen blijven uitstralen. En zodat Thierry Baudet maar gebashed kan worden. Zodat Wilders gebashed kan worden. Ieder gezond verstandgeluid gebest kan worden. En Rob Jette en al die gasten mogen de hele dag komen praten en vertellen. En dat is. Want ik kan nog wel een stukje meer uitzenden van die Jair. Maar goed, fuck it. We kennen het beeld nu zo langzamerhand wel. Maar dit is wat er in Nederland aan de hand is. En dit is de afgelopen 30, 40, 50 jaar gebeurd. Complete indoctrinatie van de linkse media. Het onderwijs wat verschrikkelijk is. Maar wat is nou het enige goede nieuws hieraan? Dat we het allemaal zien. En we kijken minder. Gisteren had ze 620.000 kijkers, 630.000 kijkers. Ik ga mijn Rikke sommetje nog eens een keer voor jullie uitleggen. Hoeveel kijkers had zij volgens de commerciële wetten gisteren? Ik zal het je vertellen, 290.000. En ook niet kijkers die de adverteerder wil hebben. Hè? Want wat is het? Ze heeft 620.000 kijkers. Op het moment dat ze twee keer onderbroken gaat worden, en dat gaat een keer gebeuren, maar dat kan niet zo doorgaan. Op een gegeven moment wordt Bertelsman wel wakker. En dan zeggen, wat hebben we daar voor een rare idealist, een linkse gast, die zenders aanstuurt en die reclames gewoon uit het programma trekt. En die programma's van een uur betaalt, terwijl er maar 45 minuten wordt aangeleverd. Dat kan helemaal niet. Ze doen dat stiekem. Op het moment dat er twee reclameblokken in het programma van Jinek komt, dan 300.000 kijkers die ze meegenomen heeft waarschijnlijk van die 630. 300.000 kijkers zijn de oude publieke omroepkijkers. Ja, die gaan niet door die reclameblokken zitten. Die zijn verwend. Die willen alles gratis hebben. Dus die haken dat af. Het is echt 300.000. Nou, dan blijven daar dus nog 330.000 kijkers over. En van die 330.000 kijkers, het programma wordt ook anders. Met twee keer onderbrekingen wordt het programma minder en wordt moeilijker. En dus van die 330 haken er nog 40.000 af. Dan heb je 290.000 kijkers. En ik denk dat er nog minder zijn. Want tijdens die twee reclameblokken zept de helft weg. Dus voor je gemiddelde kijkcijfer gaat het ook omlaag. Dus zij faalt daar op zo'n. Ze gaat zo op de mel. Maar laat ik het zo zeggen, mij maakt het niet uit. Want het is tenminste niet van ons belastinggeld.
En Matthijs van Nieuwkerk en Jeroen Pauw, die gaan hun zakken vullen de komende jaar in slinkse, sluwe, wat mij betreft corrupte deeltjes met vieze Frans Klein. En dat moeten jullie weten. Maar wat is dus het goede nieuws? We zien het. En we accepteren het niet meer. Geloof me, mensen worden wakker. Grote getalen van mensen. Echte geluid krijg je alleen hier. Klimaatdrammers, radicaal geïndoctrineerd onderwijs en linkse media zijn lang genoeg de enige met een podium geweest. Dat is veranderd. Maar het kan alleen zo blijven met jouw steun. Ga naar jensen.nl en hou het onafhankelijke geluid in de lucht.